gloednieuwe vlog op een gloednieuwe week en een gloednieuwe dag. Ja, het is namelijk maandag 11 december 2023. Om precies te zijn, mag ik niet liegen. Het is nu 10:39 in de ochtend. Ja. En waarom ik blij ben, dat leg ik jullie vanmiddag wel even uit. Ja. Maar ik heb al sowieso weer een vlog in de rende gezet. Kijk, voor vandaag. Ik ben weer eventjes wat later. Ik probeer vandaag dus niet op en op deze, maar vandaag 11e. Probeer ik eventjes dus even twee vlogs eventjes online te knallen. Een paar dagen lang. En dan gewoon weer even elke dag weer. Want ik loop een beetje achter. En dat vind ik niet zo leuk voor jullie. Nee. Dus dat is wel weer voor hoog tijd nodig. Om eventjes, denk ik, 2 of 3 dagen eventjes twee vlogs achter elkaar aan. Eventjes om een uurtje of 2. En om dan om een uurtje of 4, 5 of zo. In die richting te gaan doen. Dus dat is eventjes de planning voor mei. En dan gaan we zo meteen weer ervan tussen. Want mijn liefdallige buurman Michael en ik gaan weer zo meteen zwemmen. En ik heb dus mijn nieuwe horloge, zoals jullie weten. Ja. En daar ben ik super blij mee. Echt wel. Moet ik even kijken welke knop ik nou moet hebben. Deze. Kijk, en nou is hij aan. Ja. Kijk, nou is hij aan. Yes. En daar kan ik ook heel veel leuke dingetjes mee doen. Dus ook als ik dus zo meteen ga zwemmen. Hij kan namelijk omblijven tijdens het zwemmen. Hey, dat is pas leuk. Dus ja, ik ga even nog even Tim van de Outerbergen bekijken. En daarna gaan wij zo meteen de hort op. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wie wil er lekkers? Oh, krijg je lekkers? Krijg je lekkers? Ja. Hey Google, Let's Strip Keuken aan. Dank je. Ik doe Let's Strip Keuken aan. Krijg je er wat lekkers? Ga kijken, papa. Kom, papa kijken. Ja, papa kijken. Yay, papa kijken. Oh, papa kijken. Oh, ja, en jongens, ja, het is niet zo heel veel, maar het lijkt veel, maar dat achter, daar moet nog in de vuilnisbak en alles, ja. Dat moet ook weg. Ja, geef ze nou maar, oh. Oh. En geef ze maar gewoon even een lekker, een groot stuk primaat. Ik hoef niet. Geef ze maar even een goed stuk. Een goed groot stuk. Oh, krijg je wat likkie staan? Hi Lissie. Ja, mouw. Ja, mouw. Lissie. Lis. Ja, je krijgt van papa. Oh ja, je krijgt van papa. Ja. Doe normaal. Vreedzak. Ook jij wordt dik ook hoor. Nou. Ja. En dan. Jij wordt ook dik. Ja, mau. Je kent maar wat. Lissie. Nou. Nou, Roos lekker bezig. Geef ze maar, schat, want anders... Ik krijg gewoon 2 stukken in plaats. Oh, ho. En dat is omdat we... Omdat ik 5 stukken hebben dan. En dat komt omdat we... Een borst uit even. Oh, dat komt omdat we... Zachtjes. Draakje, die krijgt dat niet zomaar weg. En hij ook niet. Dus dat moet wel eventjes in stukken. Hier. Vreed donder hoor. Eventjes op en op de krabbal. Ja. Draakie komt vanzelf. Doe maar schat.
Ga eens aan de kant, kom. Draak, waar ben jij? Draakje, kom eens. Lekker eten, hè, draak. Jij, is zo lekker. Lekkere wijfie. Lekkere. Lis, nee. Lissie, nee. Dankjewel. Zo'n draakje nu, hè? Dan kom dan. Nee, je hebt al gehad, schat. Je hebt gehad. Straks eten. Nee, het is nou van draakje. Nog de laatste kleine stukje. Blijf er even bij. Ja, papa liep eventjes in het licht, schat. De Alice! Nee! Doe maar, draak. Goed zo. Dat is lekker, meisje. Ja, hè. Ja, want anders krijg ik auteursrecht. En die heb ik momenteel heel veel. Ik mag alle vlogs gaan nakijken. Echt alles. Vanaf nul. Dus ik heb daar ook hulp bij nodig. Dus ik moet ook dingetje vragen. Is de kerstman er of niet? Maar hij heeft het heel mooi voor elkaar, hoor. Nee, de kerstman is er niet. Maar hij heeft het druk ook, hoor. Hij heeft het drukker als die Miepie. Daar zitten we dan gezellig in de auto. In het totertje. Ja. En wat zijn we vandaag? Vandaag zijn we in de auto aan het rijden. Wat zijn wij vandaag? Even een normale, serieuze antwoord en dan niet eromheen gezellig. Gaan praten. We zijn vandaag gezellig. Wat zijn we vandaag? Hoeveel? Wat? Hoeveel wat? Schat, alsjeblieft. Schat, alsjeblieft. Kun je even een normale, serieuze antwoord geven? Zeg het mij. Nee, ik vraag het aan jou. Ik weet het. Jawel, dat weet je wel. Schat, alsjeblieft. Nou, we zitten dus nu gezellig samen in de autootje. Ja. Ja. En maar wat zijn we vandaag? Ruzie aan het maken. Over nee. Wie er 5 jaar getrouwd is en wie niet. Wat? Wie? Ruzie maken over wie nou 5 jaar getrouwd is en wie niet. Nou, vertel. En wie wel? Nou, jij wel. Jij ook? Ik ben er met jou getrouwd. Ja. Dus ik zit er ook aan vast. Ja, precies. Alweer 5 jaar. Ja. Vandaag. 5 ellendige jaren met jou. Gefeliciteerd. Ah, wel nee man. Schrijf toch uit. Lullo. Gek. 5 jaar ellende. Jaar echt niet. Nee. Het is helemaal geen ellende. 5 jaar ellende. Stop daarmee. Ja. Stop daarmee met iedere keer ellende. Het is helemaal geen ellende. Ja, dan kan je het vieren, toch? Ik zal jou eens even gaan vieren. We zijn met z'n tweeën, dus ik kan niet vieren. Kijk, als je nou gezellig met elkaar hebt, Box. Dan is er niks meer te vieren. Box, goed zo. Natuurlijk. Box. Box. Knokkels tegen elkaar. Ja, Doe dan. Kom. Knokkel. Nee, gewoon... Nee, doe maar. Box. Dat bedoel ik. Gewoon even een box geven. Oh. Ja, box geven. Wat we iets harder, kom op. Harder. Nee, harder, kom op. Nee, harder. Zo doen. En dan naar mijn hand. Gewoon wat harder. Kijk, dit. Ja, box, kom. Ja, goed zo. Dat vind je helemaal niks. Wat is daar nou zo leuk aan? Niks leuks aan. Nou, dat vind ik dus wel leuk. Ja, gefeliciteerd. Ja, jij ook, hè? Als je nou heel fijn bij elkaar hebt, dan valt er niks te vieren. De wat? Wie? Als je nou heel gezellig met elkaar hebt, dan valt er eigenlijk niks te vieren. Natuurlijk wel. Je viert iedere dag al, dus er valt niks te vieren. Als je nou ellendig hebt,
Kun je zeggen, nou, we zijn nu 5 jaar. Nee. Ik ga vieren. Luister, we zijn gewoon 5 jaar getrouwd, ja? Vandaag, ja? Ja, dus, ja vandaag wel, ja. Morgen niet meer. 5 jaar en een dag morgen. Ben je nog lang niet jaren? Nee. Duurt nog een aantal maanden. Volgend jaar weer. Ja, en gas erop, jongens. Kom. Gas erop! Kom! Rijden! Kom! Dan is je 30, hoor. Weet je waar ik zin in heb? Dan. Een lekker vlees met allemaal van die stokjes eraan. Oeh, kijk eens hoe mooi de mal is, jongens, weer. Dit is zo mooi. Zeg maar satéetjes voor je kopen dan. Nee, die stokjes, bordjes zijn bedoelde ik niet. Dat vlees met stokjes eraan. Ja, bordjes. Dat en dat gaat hem niet worden, jongen. Nee. Dat gaat hem niet worden. Het is het eerste te hoog. Het tweede komt van de hele verkeerde kant af. Ja, rijden! En toen krijg je daar weer problemen mee. Je staat erop, jongen. Tjonge nog aan toe. Mensen kunnen hier niet rijden, jongens. Ja, nee. Ik kan rijden, ja. Nou, Rodi loopt dus lekker de mal. Niet de mal in. Maar wat is dit nou weer? Oh, een kinderhoofdtelefoon, denk al. Een kinderhoofdtelefoon. Kijk, ik zag deze, ik denk, huh? Wat? Maar dat is een kinderhoofdtelefoon. Gaan we niet doen. Nee, maar Rodi ging dus eventjes in de action in, dus ik moest er maar even achteraan. Ja, dat is handig. Je hebt heel veel batterijen op je kar. Wat is er, schat? Ik ga daar vast zetten. Maar zie je dat je daaronder ook nog een paar deuzen hebt? Batterijen van een plaatje maken, lekker even hier zetten. En dan alles gewoon vullen. En als die car leeg is, zet je weer erop. Ja. Wat? Zijn kleinere. Weet ik niet, want het is hier een beetje druk, dus je moet een beetje wat harder praten. Want anders hoor ik je niet wat je zegt. En dat wil ik wel. Ja, joh. Flikker daar lekker neer, hè. Ja. 2, 6, 18. Goed zo. Jee. Nee, staat er niet. Jammer. Sorry. Nou, waar ga je naartoe? Ik volg jou. Nee, ik volg jou. Ook dat, ja. Ja, allebei. Ik volg jou en ik vlog jou, ja. En ik film jou. Drie dingen nog wel. Ze zijn weer lekker bezig om lekker de lente weer een beetje aan te vullen, volgens mij. Dit voor de kleine wasjes natuurlijk. Ja, dat is heel fijn. Wat zeg ik? Gek, ze zijn weer een beetje de kerst weg aan het halen, bijna. Bijna. En nog niet helemaal, maar wel bijna. Mag ook wel weer. En de kerst weghalen, helemaal goed. Ik haat kerst, jongens. Tegenwoordig, ik haat kerst. Ik wel. Dus, ja. En ik weet ook waarom ik het haat tegenwoordig. Ja. Zo, nou, Rodi wou hier naartoe. Nou, dan gaan we ook hier naartoe. Maar ik heb zoiets van, ja, weet je, we zijn 5 jaar getrouwd. Ga het vieren. En ik heb eigenlijk zin om richting Tel Aviv te gaan. Om daar even lekker te eten, gezellig. Maar ja, dan moet ik het weer gaan verzinnen. En hij wil het niet. Dus dat, ik heb gewoon waarschijnlijk gewoon dikke vette pech om daar dus niet naartoe te kunnen gaan, helaas, collega's. Dus ik heb gewoon even houten bek. Dat heb ik. Ik heb gewoon even houten bek. Jammer dan. Dus dan gaat dat ook gewoon niet door wat ik in mijn hoofd heb. Maar dat maakt niet uit. Kan gebeuren. En ik ga ook niet iedere keer alles maar betalen en gaan zomaar door. Dat soort dingen. En het en dat ik iets wil. En dat ik het in mijn hoofd heb. En het moet ook eens een keertje van een rozenkant afkomen. Van joh, hey, we zijn 5 jaar getrouwd. We gaan even dat even gezellig doen. Nee, ik moet het maar gaan verzinnen. Of ik moet een briefje maken met wat ik leuk vind. En dan gaan we daar iets gaan verzinnen. En nou ja, dat, en dat is dan weer hoe zei je dat? Dat is, ik moet een lijstje maken, want dat is dechromatisch, weet ik veel, wat? Dechromatisch. Nee, even normaal. Even, hoe zeg ik dat? Hoe? Dat we het samen beslissen wat we gaan doen. Dat is gewoon puur democratisch. Ja, dankjewel. Nou, dat noem ik niet. Mag jij eens een keer even een andere weg? Please, ga niet aan mij achterna. Klaar.
Wil ik nou niet hebben. Klaar. Dank je. Fijn. Hè. Nee, maar dat is wat ik zeg. Weet je, dan heb ik zoiets van, verzin het ook eens een keertje zelf. Ik hoef niet altijd maar ermee te komen, zeg maar. Maar ja, ik moet het wel doen. Dus dat vind ik een beetje vervelend. Maar oké, maakt niet uit. Geeft niet. Ik weet nou niet waar Ro is, maar ik werd een beetje gek van hem om achter mij aan te laten lopen. Want ik ben dan met jullie in gesprek en dan loopt hij gezellig achter me aan en daar heb ik geen zin in. Nee. Want ik ben een beetje geïrriteerd. Een beetje maar hoor, maar maakt niet uit. Geeft niet. En dan ga ik wel weer richting Ro. Dus, maar ik wou het jullie even gewoon vertellen. Ja. Deze kant, schat. Staan. Ik wil ze weer met de koppen deze kant op. Zitten. En jij moet wat meer uit beeld. Ja, wacht even. Je gaat veel te snel. Ja, je gaat veel te snel. Ik ga niet overal een commentaar op geven. Even een beetje lager, die broodje. Dat ze... ja, nee, het zit nou voor mijn camera. Nee, even gewoon op de hoogte van mijn telefoon, Ro. Ik wil foto maken van ze. Mooie oortjes? Nee, zitten. Zitten? Nee. Zitten? Nee, beauty wil ik oortjes omhoog hebben. Gewoon eventjes goed. Nee. Ik wil ze even goed hebben zitten. Ze zitten nou niet goed. Come on. Ja, zo en zo hebben zitten, ja. Jij naar achteren. Leed, jij naar achteren. Zitten. Beauty, kom een stukje. Beauty, kom eens zitten. Jij een stukje naar achteren. Mooiotjes. Nee, zitten. Nee. Wil je een mooie foto hebben voor jullie? Terug, Lof. Lofri, terug. Terug. Nee, zitten. Nee. Beauty. Beauty, mooi. Nee, ik wil dat ze mij aankijken. Leed. Opletten. Ho. Nee. Oeh, mooi. Nee. Oh, lady. Ja, je moet er wat voor over hebben, maar... Zitten. Ze moeten... Ja, blijf. Prima. Goed zo. Blijf. Oh, mooi. Ja? Blijf. Lovely, terug. Zitten. Ja, ze mag wel een stukje naar voren. Lof, een stukje. Kom maar, stukje. Lovely, een stukje. Oh. Zitten. Beauty, mooi. Mooi. Lady, beauty. Die... En die oren wil ik omhoog van daar hebben. Ja, je moet wat er voor over hebben. Ben je hem? Ja, maar ze zitten nou weer kut. Dat zijn we. Ze zitten kut. Ben je mooi, Beauty? Ben je mooi? Mee, is ze van jou, meisje? Goed zo. Is van jou. Zitten. Oh. Nee, het is niet van jou. Ja, pak maar. Is van jou, meis. Hoppa. Nee, Leed. Is niet van jou. Leed, kom eens hier. Leed, kom eens hier. Maar ze eet het wel en wel sneller op, moet ik zeggen, schat. Hey. Lovely. Lovely. Hier. Oh. Lekker, meisje. Daar ligt het dan. In bed, heerlijk.
Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag.